Niemand van jullie gaat vanavond alleen gaan slapen. Want onze matrassen en kussens zitten vol kleine vriendjes. Huisstofmijten. Ze zijn met miljoenen en ze kakken heel ons bed onder. En op zich is dat eigenlijk geen probleem, maar steeds meer kinderen raken er allergisch aan. Hun afweersysteem denkt dat die mijtenpoep gevaarlijk is en slaat op hol. En dat leidt vaak tot astma. En om astma moeten wij ons zorgen maken. Bijna 1 op de 10 Belgische kinderen die vandaag geboren worden, zal astma ontwikkelen. En daarbij kunnen wij de ziekte maar moeilijk genezen. Die puffers, die bestrijden de symptomen, gelukkig maar de ziekte genezen doen ze niet. Nu, er is gelukkig ook goed nieuws, want we kunnen steeds beter inschatten welke baby's een hoog risico op astma hebben. Dus kunnen wij bij hen dan niet preventief te werk gaan voor de ziekte ontstaat? Kunnen wij hun afweersysteem niet aanleren dat mijtenpoep niet gevaarlijk is? Dat hebben wij onderzocht in muizen. En we lieten die muizen daarvoor net aan die mijtenpoep wennen. Concreet lieten we ze 1 eiwit uit die mijtenpoep regelmatig inademen. En dat werkte. Na de gewenning kregen de muizen geen astma meer. Dezelfde allergische stoffen die je ziek kunnen maken, kunnen je dus ook net beschermen. Sterker nog, 1 mijteneiwit. 1 allergische stof was voldoende voor bescherming tegen die volledige mijtenpoep, waarin ook veel andere allergische stoffen zitten. Dat ons afweersysteem die link legt, dat was voor ons wetenschappers super fascinerend. En het is ook praktisch. Want een behandeling maken van 1 eiwit is natuurlijk makkelijker dan van complexe mijtenkakjes. Het is makkelijker om te produceren, om veilig te maken en om toe te dienen. Toedienen kan bijvoorbeeld met een vernevelaar, een puffer, voor baby's. Dat is praktisch en het kan gewoon thuis. Nu, of dit ook echt in mensen werkt, dat is voer voor toekomstonderzoek. Maar intussen is 1 ding duidelijk. Wie nog niet allergisch is, heeft misschien net deugd van een beetje mijtenpoep in zijn bed. Dus laat die huisstofmijten maar gewoon in je bubbel toe. Slaap wel.